Cristiano Ronaldo, lieve, als je die ziet, ja, is aan het oefenen met zijn zoontjes of hij is aan het trainen voor, ja, zijn kinderen. Ja. Die bovenbenen, dat is toch waanzinnig? Ja, dat is inderdaad waanzinnig, maar als je bekijkt gewoon het performance gedeelte of het krachtgedeelte in voetbal, ja, neemt alle dagen toe en zijn meer en meer atleten geworden. Terecht ook? Ja, dat is ook terecht. Ja? Voetbal is een heel fysiek zware sport. Dikkers wordt onderschat ook, mm-hmm, maar dat is echt een fysiek zware sport. Als je bekijkt, het meeste aantal letsels komen voort in de voetbalwereld. Dat is ook zo, qua spierscheuren, kruisbanden, ja, buikspieren, allerlei handen. En voetbal is ook een sport waar veel complexe kwetsuren voorkomen. Dus die belastbaarheid is heel zwaar. Mensen vergeten het ook allemaal. Dus spieren moeten sterk genoeg zijn om dat allemaal, ja, te ondersteunen. Heb je al ooit met Cristiano Ronaldo gewerkt? Ik ken hem, de man is nooit gekwetst. Dat is het nadeel van het jaar. Maar ik heb hem ontmoet eigenlijk wel. Ik was aan het werken met Luka Modric. Je hebt hem gezegd van, zie je dat je geblesseerd geraakt? Ja, maar dat gaat gewoon niet. Dat gaat gewoon niet. Die man is nooit gekwetst eigenlijk wel. Maar dat is ook iemand die ten eerste is een topvoetballer. Ja. Tweede, iemand gewoon zich verzorgt aan alle kanten. Zo, qua voedingswijze eigenlijk wel. Drinkt nooit alcohol. Doet regelmatig fitness. Dat is een topmodel. Maakt jou dat iets uit? Of daar nu Ronaldo zit? Of een modale voetballer uit ons? Oh, nee, voor mij is dat gelijk. Bob weet dat, bedoel. Voor mij dat ik heb modale voetballer gezegd. Bob, dat is toch waar. Voor mij is dat allemaal gelijk. Toch over gelijk met Ronaldo of Messi, ja, dat is toch al mooi. Alleen als er een mooie vrouw ziet, dan maakt die wel onderscheid. Dan mag, dan mag de beste voetballer ter wereld. Nee, maar dat is wel bij Lief. Hij maakt weinig onderscheid. En hij is... Nee, maar ik kan me voorstellen, stel dat Messi, ja, dat Messi daar zit, dat maak je toch liever geen fout, hè? Maar je zet ook allemaal gewoon. Hè. Je focust op je job en je probeert expertise over te brengen. En dat is ook mijn job. En voor de rest, ja, is het ook gedaan.